Eind jaren 90 werkte ik als correspondent in Amerika en werd ik geraakt door een aantal schokkende hate crimes. Extreem geweld, in de vorm van aanslagen en moorden. Vanuit diepe haatgevoelens voor mensen die anders zijn of anders denken. Matthew Shepard? Ja. In hell? Ja. Nu, bijna 30 jaar later, keer ik terug. Want ik maak me zorgen. The violence that goes on in our streets. Blowing things up. Destruction of lives. Yeah, the epitome of hate goes on. Wantrouwen en haat in Amerika is alleen maar toegenomen. I have no qualms over this abortionist dying. Joe Biden is a pedophile. He rapes children and he drinks their blood. That hatred do something to you. We've been trying to shoot a cop right there. To shoot a cop? Deze haat, wat is dat? Waarom zo niet zomaar boos of ik moet je niet, maar ik moet je echt niet. Het moet kapot. In hoeverre is die haat van toen nog voelbaar? Wantrouwen is een langzaam, maar gestaag groeiend monster. En dat dit wantrouwen tot op deze schaal is gegroeid, is levensgevaarlijk.